Gerard, de loting is net geweest, 5 kilometer. Wat vind je ervan? Ja, we hadden als uitgangspunt, dan moet je ook gewoon eerlijk zijn natuurlijk, dat je het liefst na een aantal van je concurrenten wil rijden. Je hebt een groep van 8 mensen die plekken verdiend hebben op basis van de World Cup ranking. En daar wordt dan in gelood, paar 11, 12, 13 en 14. En ik kijk op het bord en ik zie Sven als eerste eruit rollen. Nou, dat is dan even anticiperen, moet je even op inspelen. En dan vervolgens neem je dat als een gegeven en dan bouw je daar je strategie op. En ja, in wezen verandert het allemaal niet zo heel erg veel. Ik wil net zeggen, want de wedstrijd is 0-0 nog, hè? Ja, precies. En het uitgangspunt is nog steeds hetzelfde. Sven moet gewoon volle bak rijden, alles uit zijn kast. En hij is goed op dit moment, hij gaat technisch heel netjes. Als hij dus een sterke race rijdt van begin tot einde, weinig fouten maakt en het fysiek voor elkaar krijgt, vooral mentaal voor elkaar krijgt, om met name de laatste 3-4 ronden. En als ik je wat extra's aan te geven en hij komt kapot over de streep, dan moet ik nog zien dat de anderen het allemaal maar doen. Heb je het er al met hem over gehad? Ja, wat dacht je zelf? Ik denk het wel. Ja, de communicatie op zo'n moment is natuurlijk heel intens. In eerste instantie, ik zit bij de loting, hebben ge-sms'd en vervolgens heb ik mijn weg zo snel mogelijk naar hem toe gevonden om, om even de stand van zaken op te nemen en even bij te praten en het strijdplan te maken. En ja, dat strijdplan is niet zoveel anders. We zijn eigenlijk ook al met dit scenario zijn we eigenlijk vanaf het begin af aan bezig geweest. Je weet gewoon, dit is de Olympische Spelen, weet gewoon technisch goed, fysiek goed en vervolgens er een mega race van willen maken. En nogmaals jongens, ik hou ervan als Sven uitgedaagd is. Hij heeft daar altijd alleen maar goed op gereageerd. En, daar staat hij onbekend. Ja, en deze loting die zorgt ervoor dat hij wat extra uitgedaagd is. En ik voorspel alleen maar goede dingen voor morgen. En laat dan de anderen die na hem komen de mond maar openvallen. En zoiets hebben van, jongens, dit kan ik niet. En als ze dan al denken dat ze het kunnen, dat ze na een rondje van drie of vier zullen zeggen van... wij schaatsen voor zilver.